Nederland is ziek. Dat zei de toenmalige premier Ruud Lubbers in 1990. En hij had het over het snel stijgende aantal WAO-uitkeringen. Dat waren er toen bijna 900.000 en daaraan verbond hij zijn politieke lot. Dat zijn er veel te veel en als het er meer dan 1 miljoen worden, dan treed ik af. Inmiddels is het ruim 25 jaar later en zijn we ook wel een paar hervormingen verder. Hoe staat het er nu voor? Is Nederland nog steeds ziek? Het aantal van 1 miljoen hebben we bijna bereikt. Dat was begin 2003, toen er in totaal 993.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werden verstrekt. Sindsdien is het aantal uitkeringen gedaald. Halverwege dit jaar werden er in totaal 810.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. En daarbij moet je ook bedenken dat er steeds meer mensen werken. Dus dat betekent dat in verhouding het aantal uitkeringen nog harder is gedaald. Kijken we naar de verschillende regelingen, dan zien we dat de WAO langzaam leegloopt. Er komen geen nieuwe gevallen bij en steeds meer mensen in de WAO bereiken de pensioenleeftijd en krijgen dus geen WAO-uitkering meer. In 2005 werd de WAO vervangen door de WIA. Dus terwijl het aantal WAO-uitkeringen daalt, neemt het aantal WIA-uitkeringen toe. Dan is er nog een derde grote regeling, de WAJONG, voor arbeidsongeschikte jongeren. Daarmee is iets geks aan de hand. Sinds de invoering van de WAJONG nam het aantal uitkeringen ieder jaar sterk toe. Dit jaar zagen we voor het eerst een daling. Halverwege dit jaar waren er 4000 WAJONG-uitkeringen minder dan een jaar geleden. Dat heeft te maken met de participatiewet, waardoor de voorwaarden voor het krijgen van deze uitkering strenger zijn geworden. Al met al is het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de afgelopen jaren vrij stabiel.